Hallo, nou dit is hem, de auto-injector. Ik zal even laten zien hoe makkelijk je hem kan gebruiken. Je trekt hem eerst naar achteren, dan is hij op rood. Dan kan hij niet per ongeluk afgaan. Hier heb je het knopje, als je daarop drukt, dan gaat hij inderdaad, dan schiet de naald eruit, maar nu dus niet. Nou, dan pak je de injectie, die zet je met beschermkapje er nog aan. Klik je hem ertussen. Zo. Hoppa, klik. Nou, dan laat ik hem altijd even schieten, want dan kan ik het beschermkapje eraf doen. Dan moet ik hem even op groen zetten en dan schiet hij. Doe ik het beschermkapje eraf. Hoppa. En dan trek ik hem weer naar achteren. Trek hem weer naar achteren. En dan plaats ik hem op mijn been. En het fijne is dan dat als je hem plaatst, dan zie je een lampje dat knippert. Dat betekent dat je te weinig druk hebt. Je moet net zo hard duwen totdat het lampje blijft branden. Dat is nu bij mij het geval. Dan zet ik hem op groen. En dan druk ik op het knopje en dan schiet de naald erin. Ik zet even de camera iets verder naar achteren, dat jullie het hopelijk iets beter kunnen zien dat hij erin schiet. Oké, ik hou mijn benen ontspannen. En, oh, deze altijd vasthouden. En daar gaat hij. Hop, en de naald zit erin. Je voelt helemaal niets. Wat je nog wel moet doen is natuurlijk de vloeistof erin duwen. Dit is pas de derde keer of zo dat ik het doe. Ik duw hem altijd heel langzaam erin. Omdat ik gewoon zeker wil weten dat, ja, dat hij niet te snel gaat. Dat geeft geen fijn gevoel. Nou, dan begin ik met duwen. Zo. Ze zeggen altijd 10 seconden per milliliter. Nou, daar zit ik nu wel nog iets overheen, maar dat geeft helemaal niks. Nou, je voelt echt helemaal niets. Het is hartstikke fijn zo. En er zit wel een soort van kijkgaatje in, dus je kan precies zien hoe snel dat hij naar beneden gaat en hoeveel vloeistof dat je nog hebt om erin te doen. Ja, ik heb nog een heel klein beetje, zie ik. Dan spuiten we er rustig in. Echt, het is zo makkelijk met het apparaat. Hij gaat er loodrecht in. Je voelt niets. Hij blijft gewoon stabiel zitten. Nog een klein beetje, zie ik. Hop, 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 hop. Dan gaat hij niet meer verder. Je kan hem gewoon uittrekken, maar ik vind het gewoon fijn, want het apparaat doet het altijd loodrecht. Dus dan hou ik hem hier vast. En dan tjop, totdat hij klikt. En dat was het. Ik ben super blij dat ik het nu zelf kan. Doei!